deze video een theorie over dat Babs wellicht de mol nog kan zijn. Een heel raar shot in de montage wat kan leiden naar de mol. En nagellak verklapt de mol. Hey alle, welkom weer bij een nieuwe Wie is de Mol video. Ik ben Tim en ik neem elke week de hints en theorieën met jullie door. En in deze video de extra hints van aflevering 6. We beginnen met een theorie van Belinda. Die heeft ze doorgestuurd via Instagram. Hoi Tim, mijn vriend heeft een theorie over de opdrachttitel Niets is iets. Er is namelijk een keer best wat geld verdiend. Hij denkt dat de mol niets heeft kunnen doen en dat heeft iets opgeleverd. Als dat zo zou zijn, ja, dan valt natuurlijk Rian heel erg op. Rian die heeft niet zoveel gedaan, die was niet veel in beeld. Beetje vage actie, ook met die stippen nog steeds op die steen natuurlijk. Dus dat zou heel goed kunnen leiden naar Rian als mol. En om in deze opdracht te blijven, valt het natuurlijk ook op dat Kees bij het Maya-bord staat. En dat op het Maya-bord het linker symbool wel heel toevallig lijkt op een broodje. En nou weten we dat op één van de tarotkaarten een broodje stond. Wat ook zeker wel enige vergelijkingen heeft met wat op het bord stond. En die kaart die hoorde bij Rosario. Zou Rosario hier zichzelf verklappen als mol? Verder valt het ook nog op dat er in dit shot, als Babs graag een bondje wil met Rosario, het shot gespiegeld is. Heel vreemd. Waarom zouden ze dat doen? Er zijn al meerdere theorieën rondgegaan. Misschien wilde de productie niet dat we de borden lazen die daar op de muur stonden. Maar ja, dan denk ik ook wel weer van waarom heeft dat nut? We komen er uiteindelijk toch wel achter wat op die borden staat. Tenzij het natuurlijk een hint is naar de dubbelrol van de mol. En ja, dan zijn er drie mensen in dat shot te zien. En dat zijn Fons, Rosario en Babs. Dus ja, zou dan één van deze drie de mol zijn? En dan hebben wij een theorie over dat Babs wellicht nog de mol kan zijn. Ik kreeg namelijk deze comment onder een video van mij. Ik twijfel daar een beetje over. Ik denk zelf namelijk... ben ik nog steeds heel erg volledig van overtuigd. Babs is niet een mol. Dat kan ook niet met de test. Maar deze theorie kan op zich nog wel een beetje... Kijk, hij kan sterk zijn. Maar ik zou het alleen ook niet zo heel leuk vinden als het zou gebeuren. Toekomst. Mol werd pas in toekomst aangewezen. Dit maakt de rest zo onzeker dat zij zichzelf gek maken met idiote probeersels. Te meer door de hitte. Zo hoeft de mol zelf dus niets meer te doen. Enige mogelijke probleem hierbij is dat de mol in aflevering 1, die gemaskerd incognito al bezig was, de oud-mol was in Mexico als stand-in voor de toekomstige mol en als doorgever van het stokje. De mol is dan degene die in de toekomst terugkeert of degene die de terugkeer zou hebben ondergraven. Omdat dit typisch is voor een mol door herkenning van de afvallers in de terugkeerkansopdracht. In theorie kan de molloot dus een loer zijn gedraaid met zo'n toekomstconstructie. Als Babs kandidaat is, dan staat zij op giga achterstand. We moeten dan dus in die eerste aflevering de stand-in ex-mol, ik meen dat zijn naam Dennis Wening of zoiets is, zien te ontdekken. Succes iedereen, zegt Janne Mans 8295. Wat Janne hier dus zegt, is dat de mol wellicht in de toekomst pas gekozen zou worden. Aan de hand van de drie afvallers. Kom ik alleen op dit kritische puntje, hoe zijn die afvallers dan gekomen? Want ja, afvallers vallen af door de test. Krijgen ze dan vragen over Dennis Wening? Lijkt mij niet. Dan ben ik ook wel heel benieuwd als Babs de Mol is wat daar het antwoord op is. Want je kan natuurlijk niet zomaar drie random kandidaten laten afvallen en dat de test nergens op slaat. Dat kan natuurlijk niet. Wel zou het natuurlijk de eerste keer zijn in de geschiedenis van Wie is de Mol. Alleen denk ik niet dat het echt gebeurd is. Want ja, je gaat als makers niet drie kandidaten naar huis sturen en dan één van die drie de mol maken. Lijkt me niet. En ik verdenk Babs zelf ook echt totaal niet. Dan gaan we even naar een hintje van Mol Levi. Die ontdekte namelijk dat de mol blijkbaar witte nagellak heeft. Als we namelijk naar deze foto kijken die Mol Levi heeft gepost, zien we dat op de kaart van de tarotkaart van Anna handen staan met witte nagellak erop. En Anna zelf heeft ook witte nagellak op toevallig. Kan natuurlijk een indirecte verwijzing zijn naar Anna als mol. Dan hebben we nog een theorie van mollenjagers op Instagram en die gaat naar Rian toe. Hij vindt namelijk dat de waarzegster, die zegt natuurlijk in aflevering 1 niks tegen Rian, behalve was de mol te snel voor je, vraagteken. Was Rian de mol te snel af, oftewel was zij zichzelf te snel af?
Zou natuurlijk heel leuk zijn voor de mensen in de Rian-tunnel. Maar zelf zit ik vele malen minder op Rian nu. Ze staat nu op in de top 3 wel nog. Maar wel op nummer 3. Wie is sowieso niet de mol? Dan zeg ik Babs. Heel logisch, Babs is niet de mol. Het liefst streep ik hem niet af. Maar ik ga er eigenlijk wel vanuit dat Fons ook niet de mol is. Verder hebben we nu nog even het bericht van het forum dat de fandag doorgaat. Of nou ja, doorgaat. Ze zijn in ieder geval mee bezig. Dus laten we hopen, laten we even duimen dat de fandag doorgaat. En dat ze het goed aan het organiseren zijn met Avrotros samen. Nou is de samenwerking met Avrotros volgens mij niet heel goed. Dus ja, het is nog maar echt even afwachten. Verder heb ik ook nog heel veel reacties binnengekregen via vooral mijn DM en WhatsApp. Om eens een keer een eigen video over mijzelf te maken. Wie is nou Tim uitroepteken? Niet alleen die Wie is de Mol jongen, maar wie is die nog meer? Dus mocht je leuke vragen hebben, kan Wie is de Mol zijn, kan ook niet Wie is de Mol zijn. Kan je het ook nog laten weten in de reacties of via mijn Instagram, @Tim_. Dan hebben we nu nog even iets nieuws. En dat is dat ik even Dinant ga bellen. En Dinant gaat even vertellen over zijn mol. Wie is zijn mol? Dinant! Hallo! Hallo Dinant! Hallo Tim! Jij zit in de nieuwe rubriek van Tim uitroepteken. Zo, vet. Hoe heet de rubriek? Dinant heet hij. Zo, dat is een mooie. Ja, mooi hè? Ja. Nee, maar omdat je niet zo vaak bij de podcast kan zijn, dacht ik, nou, weet je, misschien is het een keer leuk om jou gewoon even te bellen in een video. Oh, gezellig. Gezellig hè? Gezellig, ja, zeker. Hey Dinant, wie is jouw mol? Rosario. En waarom? Nou, ik vind dat hij best wel verdachte dingen doet. Zo had je bijvoorbeeld in een paar afleveringen terug. Ja. Dat was vorige week volgens mij. Met die -3000 euro, dat vond ik heel verdacht. Al hoop ik niet dat hij wist in welk bakje dat bedrag lag. Want dat zou ik best wel oneerlijk vinden. Ja. Ik vond ook raar bij die opdracht dat ze moesten lopen met dat bord, met die puzzel. Ja, vond ik ook. Stad en land aflopen, dat die Tooske en Anna ging wegsturen. Vond ik heel raar. Ja. Op het einde nog een beetje. Ja. Vond ik heel raar, ja. Maar jij zegt dus echt, Rosario is eigenlijk gewoon de mol. Dat kan niet anders. Ja, het kan nog wel anders zo. Diep zit ik er nog net niet in, maar ik denk wel dat Rosario het is, ja. En stel nou, Rosario valt af. Oh. dan weet ik het echt niet. Dan Fons of zo. Maar Fons vind ik ook zo onmols. Oh, ik heb net verteld dat ik Fons afstreep als mol, maar... Ja, ja. Anders deed. Handig. Ja. Ja, maar Fons, nee joh, Fons is het toch niet. Hij vertelde wel, dat was het eerste wat we zagen in die fluisteropdracht met die dansers. Mm-hmm. Kreeg hij iets van Rick te horen en hij gaf het wel direct goed door. Ja. En ik weet niet of hij dat als mol zou doen direct. Nou ja, ik denk van niet, maar ja. Nee. Je kunt ook niet, als je het fout doet, kun je niet gecontroleerd worden. Nee, klopt. Klopt. Hé, hey, wie is sowieso niet de mol? Nou, Babs zullen we niet horen, denk ik. maar Babs is het sowieso niet. Nee, klopt. En, Fons streep ik ook wel af, denk ik. Al denk ik wel dat hij een hele goede mol zou zijn. Ja. Die streep ik af. Ik een lastige. Het is een heel lastig seizoen. Ja, dat vind ik dus ook. Ja. Het is heel lastig, ja. Ja, ik zou dus persoonlijk Fons afstrepen. Want ja, ik denk dat dat echt de enige kandidaat is waarvan ik denk, goh, die zie ik niet als een oud mol, zeg maar. Nee. Ja, misschien een Jan Versteegje, maar ook niet. Ja, ik zou het wel leuk vinden. Ja, ik zou het ook wel leuk vinden, zeker waar. En ik zie het Kees ook niet zo snel doen. Die wil het gewoon heel graag. Ja, maar ja, Kees is gewoon meer ook echt een wensmol, dus... Maar ik denk niet dat hij het is. Nee, ik denk het ook niet. Al hoop ik het wel, maar... Ja, het zou een tof finale seizoen zijn voor de regisseur. Zou heel leuk zijn, ja. Ja. Maar goed. Hey Dinant, bedankt. Yo, was hartstikke gezellig. Laters. Laters. Goed, tot zover Dinant. Waarschijnlijk zullen jullie hem nog wel vaker terug gaan horen in het vaste Dinant rubriekje. Nou is dat niet heel vaak meer. Volgens mij is dat nu nog 3 keer, als ik het goed zeg. Ja, waarschijnlijk zelfs nog maar 2 keer. Even kijken, aflevering 7, aflevering 8, aflevering... Ja, nog 3 keer. Nou, hoor je misschien nog 3 keer. Maar goed, dan wil ik deze video afsluiten door te zeggen om te abonneren. Bij de 3500 abonnees geef ik namelijk deze zwarte vrijstelling weg. Dus abonneer snel hier beneden. Goed, mijn mol is Anna. Tot dusver. Zou lullig zijn als Anna er ineens uit ligt. Laat vooral ook weten wie jouw mol is in de reacties. En dan zeg ik voor vandaag weer tot de volgende keer. Laters.